Maar het is ook raar, want in de gevangenis kan je ook helemaal niks gebruiken. Kom er weer heen dan. Ja, tuurlijk wel, man. Kom er zulke staven haars binnen. Meen je dat? Ja, joh. Dit is Diana. Zij maakt de kamers van de bewoners schoon. Vaak niet echt een prettig klusje. En ze is er dan ook een beetje klaar mee en wil begeleider worden, waar ze nu een opleiding voor volgt. Ze is dus soms schoonmaker en op andere dagen stagiair. Het lijkt me voor de mensen ook zo. Een hele andere rol heb je dan. Ja, het is wel eens pittig, ja. Ja? Anders zeg je bent schoonmaakster, maar ik ben nu begeleider. Af en toe met stage, dan moet je daarover luisteren. Wat doe je vandaag? Ja, ga ik schoonmaken op de derde verdieping. En wat maak je schoon? Vier kamers. Oké, okay. Kan ik gewoon ook even met jou meelopen? Ja. Nou, ga ik even schoonmaken. Ja? Hey, goedemorgen, Danny. Goedemorgen. Danny, fris en fruitig. Kijk nou eens. Zeker. Man, dit is een, jij pakt de spullen. Ja, gaat het beter, Danny? Ja, gaat beter. Beetje opgeknapt? Ja, hoor. Ja, je ziet er een stuk beter uit, man. Dankjewel. Ja. Goed, wij gaan schoonmaken nu. Schoonmaken in een gebouw waar 34 verslaafden wonen, waarvan een aantal ook nogal in de war is. Het zal mij benieuwen wat ik ga aantreffen. Een roze doekje is voor de badkamer. Ja? En blauwe doekjes en blauwe emmers voor de rest. Goedemorgen. Ik heb een kamermakkelijk bij, is dat goed? Nee? Oké, dan weet ik dat. Mag jij ook wat je bed afhalen? Bas, dan wachten wij even hier. Is dat goed? Ja. Even zeggen, Bas, dat we camera buiten blijven. Bas, camera blijft buiten. Is dat goed? Ja. Ik wil namelijk wel even helpen met schoonmaken. Nou, Bas gaat even rustig weg en dan kunnen wij de kamer schoonmaken. Dan doen we dat verder buiten beeld, Bas. Maar heel even serieus. Ik schrik hier wel. Ik bedoel, ja. Moet je dit allemaal schoonmaken? Maar dit is van één week. Ja, dat is van één week. Ja. Ja. Laat ik het positief zeggen. Je hebt wel eer van je werk als het gedaan is. Ja, maar als je weer laat terugkomen, zie je dit weer. Maar dan zou je toch eigenlijk denken, het zou toch lukken als je er iemand duidelijk kan zeggen, houd nou even een beetje netjes. Maar dat is heel simpel gedacht. Ja, dat zit er niet in met deze mensen. Nee. Ik ga de badkamer doen. Ja, succes. Ik hou van de roomservice hier. Als je woont hier, je mag gewoon gebruiken en drinken. Je hapje en drankje krijg je en er wordt gewoon voor je schoongemaakt. Ik kan me voorstellen dat het ook wel vragen oproept bij mensen. Ken je de uitdrukking dweilen met de kraan open? Ja, dat ken ik. Dat komt op de een of andere manier een beetje bij me boven nu. Ja, dat is wel vaak. En wat wordt nu voor jou de grote uitdaging de komende tijd, Diana? Om het echt te laten zien als begeleider. En niet als schoonmaker, maar als begeleider te laten zien. Ik realiseer me, als je hier als schoonmaker werkt, ben je sowieso meer dan gewoon een schoonmaker. Want je hebt veel met de mensen te maken, ja, toch? Ja, dat vind ik het leukste hier. Nou, wat vind je de leuke en misschien ook wel weer de moeilijke kant van om als begeleider te werken? Om nee te zeggen. Soms dan vragen ze wat en denken dat mag niet. En dan vind ik dat moeilijk om dan nee te zeggen. Ik ben bang als ze boos worden, maar dat moet ik wel doen. Maar daar ben ik dan wel eens bang voor. Ik ben soms wel onzeker om te laten zien dat ik al zeker ben, zeg maar, als begeleider. Dat ik er gewoon sta. Dus ik denk dat de uitdaging is. Ah, oké. Dus je moet soms even grenzen stellen. Ja. Wat is de mooie kant voor jou van het begeleiden van de mensen hier? Dat je ze toch een beetje een goed leven kan geven, zeg maar. Dat nu schoonmaken, als je op zelf had gewoond, was je gewoon versmeerd, zeg maar. En dat de mensen zien. Ik noem ze ook altijd bij naam. Dat de mensen zien en dat ik gewoon altijd probeer een praatje te maken, dat ze er wel toe doen. Ik zou denken, je wil mensen ook verder helpen, vooruit helpen. Dat dacht ik in het begin ook. En soms lukt het wel, maar meestal bij deze doelgroep denk ik niet zo. Kijk, hij had nu zijn best af, dat is alweer een stapje verder. Maar kleine stapjes zijn dat. Want hij haalde eerst zijn bed niet? Nee. Dus dat, ja. Dus je moet ook, als niet alleen als schoonmaakster, maar ook als begeleider, moet je eigenlijk op lijst zijn met elk klein stapje wat je ziet. Dat ben ik achtergekomen. Ik denk nou, eerst dacht ik, doe het wel even. Maar ja, dat doe je dus niet. Dus elk klein stapje wat vooruit gaat, is vooruitgang. Je eigen bed afhalen? Ik leer wel dat het vaak echt hele kleine stapjes zijn hier. Edwin die, is iemand die zelf zijn spullen altijd verzamelt hier? Ja, Edwin die verzamelt zelf zijn spulletjes. Die is dag en nacht in de weer zo af en toe. En wat voor spulletjes? Oud ijzer, koperdraad, aluminium, van alles. En dat verkoopt hij ook weer? En dat verkoopt hij ook weer. Zo dan.
Dat heeft hij weer ergens opgesnaaid. En dat gaat hij straks allemaal nog wegbrengen naar de oude ijzerboer. Zo, de witte. Edwin heeft hier de bakfiets staan. Wat is Edwin nu aan het doen dan? Die is aan het opruimen. Edwin, goeiedag. Goeiedag. Dit is Edwin. Deze vrolijke chageraar valt me de hele week al op, maar ik kreeg hem maar niet te spreken. Maar dit is mijn kans. Man, je hebt een behoorlijke voorraad staan. Hoe kom je eraan? Dat was een garagedeur. De mensen die waren aan het verbouwen en die... Maar tippen die jou? Maar ik fiets heel vaak langs. Wat heb je dan eigenlijk? Wat heb je hier eigenlijk gedaan? Hoe komt dit allemaal hier dan? We zitten aan de buitenkant van die koelkast. Je hebt het even ontmanteld. Ja, er zat dat zat er omheen. Ah, oké. Okay. En hoe ben jij hier verzeild geraakt? Dat was, ik was dus getrouwd met een kind. En op een of andere dag, had ze ineens een handen. Toen ben ik hier terecht geraakt. Maar was je getrouwd? Ja. Ja? Heb je een kind ook? Ja, die is ook alweer 17. Heb je daar contact mee? Ja, ik heb ze nog een hele middag mee gechat. Oh, echt waar? Oh, leuk. Ik heb hem een poosje laten afweten. Maar hoe is je situatie nu dan? Ja, goed, ja. Maar je woont hier, verder? Je hebt je eigen handeltje? Ja. Ik vermaak me je best. Zou je nog ergens naartoe willen werken? Momenteel niet. Ook bij Edwin maak ik weer dezelfde fout en ben ik op zoek naar zijn ambitie. Maar Edwin is gewoon tevreden met zijn leven. Ik vind je wel een mooi type. Je moet het best van maken, hè? Ook al heb je stom nog. Nou, dit gaat keurig, toch? Dit gaat netjes. Ja, ik vind het ook wel weer mooi dit om te zien. Vind je dat ook? Ik zie het graag, alleen eigenlijk is het hier een woonvoorziening en geen werkvoorziening. Daar wringt de schoen nog wel eens, maar over het algemeen gaat het redelijk goed. Ja. Hoor je de complimenten, Edwin? Ja, die stiekem mee, hoor. Ja, zie je mee? Als je nou een keer een beetje een leuke klus hebt, laat het me weten. Ja, zal ik doen. Ach, en misschien is geen stappen achteruit soms ook vooruitgang. Nou, eerst maar eens even naar binnen, een beetje opwarmen. Ik zou vandaag ook nog met Edwin ijzer gaan zoeken. Maar wat niemand wist, is dat hij nog een gevangenisstraf van een paar weken open had staan. En die blijkt hij nu uit te moeten gaan zitten. Wat ik ook niet wist, is dat Edwin veel van zijn gevonden spullen meenam naar zijn eigen kamer. Omdat daar nooit iemand mocht komen opruimen, is het er waarschijnlijk een gigantisch opgestapelde bende. Begeleider Tristan ziet zijn kans schoon en gaat polshoogte nemen. Dan gaan we even kijken hoe zijn kamer er precies uitziet. Vaak kan de deur niet eens open. Bij de onderhoud van zijn kamer, maar was... Diana, kan je mij misschien even helpen met de kamer schoonmaken van Edwin? Ja hoor, ik kom eraan. Super. Hier word ik wel soms ook een beetje verdrietig van, dat de mensen zo leven en kunnen leven. En blij dat we van de pakken af gaan. Van de die pakken? Niet meer, ja, want... Nee, dat krijgt hij niet meer, dat is wel fijn. Hier komen de meeste vliegen. Ja, van. Ja. Diana is nog in opleiding tot begeleider, maar ze werkt hier al jaren als schoonmaakster. Ze is dus wel wat gewend, maar deze troep wordt ook haar toch even te veel. Als je deze kamer zo ziet, zou je denken, nou, wat een takkenbaan. Maar jullie zijn de enige, en wij ondersteunen jullie daarin, die op die kamer komt en zegt van, we gaan het gewoon schoonmaken, ongeacht of jij dat wil of niet. Maar jij verdient een schone plek.
Ja, dat vind ik... Ja, dus ik vind het is helemaal niet ondergeschikt. Nee, maar toch wordt er altijd op de maatschappij gekeken als ondergeschikt. Ja, nee. Ja. Het zou niet zo moeten zijn. Nee, maar toch wordt het altijd gedaan. Ja. Afgelopen weken heb ik één bewoner erg gemist. Hij was ineens opgehaald door de politie omdat hij nog een gevangenisstraf van een paar weken uit moest zitten. Maar ik hoor net op mijn laatste dag dat hij weer terug is. Edwin! Hoe is het, man? Ja, goed. Ja? Heel toepasselijk, een zwaailicht in je kamer. Kan ik heel even naast je komen zitten? Ja, hoor. Zo, man, hè? Daar ben je weer. Ja. Waar hebben ze je haar eraf gehaald in de gevangenis? Zo, ik had de eerste dag had ik geen stiekje, maar ik wist zeker dat ik hem had. Ik heb het gelijk helemaal kort gemaakt en ik wilde de volgende dag naar fitness toe, pak mijn schoenen, valt een stiekje uit mijn schoen. En toen was mijn haar al af, ja. Het staat je fantastisch, echt waar. Dank je. Hey, als ik zo binnenkom, denk ik, laat ik het even plat zeggen, wat een teringzooi. Maar... Oh, er was nog veel meer, man. Dan kon je de vloer kon je niet zien, zeg maar. Edwin, ik heb jouw kamer gezien, hoe het was toen je wegging. Nou, vergeleken met hoe het was en nu is het nu heel erg opgeruimd. Ja, maar nou moet ik alles uitzoeken. Ja, maar hoe was dat toen je terugkwam, man? Oh, gewoon. Ze hebben het al vaker gedaan. Ja. Maar dat doen ze altijd dan als ik een paar dagen weg ben. Ik ben blij dat je erom kan lachen, man. Maar als ik nu aan je vraag, hoe gaat het nu met je? Goed. Ben je blij dat je terug bent? Ja. Ja. Ja, zeker. Want ik heb ook een heleboel geregeld. Werk heb ik kunnen regelen. Maar ik zat met iemand vast, die heeft een eigen metselbedrijf. Joh. Ja. En wanneer ga je beginnen? Ja, hij is, even kijken. 5 maart komt hij vrij. Ja. En dan moet hij dat allemaal opstarten natuurlijk. En auto in de verzekering, belasting doen en dit en dat. Maar hij heeft een soort van aannemersbedrijf? Ja, hij is ZVP'er. En hij gaat jou in dienst nemen? Ja. Man, wat een ontwikkeling. Zeker, dat is wel even een ander stapje zetten. Ja, man. Maar het is ook raar, want in die gevangenis kan je ook helemaal niks gebruiken. Ik wil er weer een, man. Ja, tuurlijk wel, man. Kom, zullen we staven haars binnen? Meen je dat? Ja, joh. Wat ben ik toch naïef dan? Nou, behoorlijk. Dat loopt in de gevangenis gewoon door. Ja, joh. En dan ben je weer terug, na 37 dagen. 38 ja. dagen. En voelt het een beetje als thuiskomen hier? Ja, dat wel, ja. En wie heb je het meest gemist? Jou. Leuk dat je hebt gekeken naar deze video. Wil je meer zien? Vergeet je dan niet te abonneren. En reageer, vinden we altijd leuk als je dat doet.